بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، mijn excuses voor het laten beginnen. Er waren wat technische problemen. Vandaag gaan we het hebben over dharf al-zamani wa dharf al-makan. En we hebben vorige keer hebben we al-maf'ul behandeld. Al-maf'ul bihi en al-maf'ul mutlaq. Dus we gaan kijken naar de maf'ulat. Al-maf'ulat. Zijn er vijf. De eerste is al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi, heel simpel gezegd, is degene bij wie iets gedaan wordt. Dus we hebben een fi'l en de fi'l wordt gedaan bij die persoon. En dan hebben we al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq is een maf'ul die bevestigend komt of verduidelijkend komt voor de amil, voor de fi'l. Dus als we een fi'l hebben, zoals daraba. Daraba Muhammadun Zayda. Daraba Muhammadun Zayda. Dan hebben we een fi'l, een fa'il en een maf'ul bihi. Zayda is degene bij wie het gedaan wordt. En maf'ul mutlaq is, als ik bijvoorbeeld zeg, daraba Muhammadun darban. En ik gebruik daarvoor de masdar. En de masdar is dus de ism die de betekenis heeft van de fi'l, maar niet gebonden is aan de tijd. Dus darb is een voorbeeld daarvan. Darb is het slaan. Dat noemen ze in het Nederlands het infinitief. Infinitief. Ja. Het wordt ook wel het hele werkwoord genoemd. Dus infinitief, oftewel het hele werkwoord. Dus in Nederlands zeg je bijvoorbeeld het slaan. En dan zou dat ad-darb zijn, ad-darb. Als ik het goed heb ingevallen, ik ben niet zo goed in Nederlands grammatica, maar dat is wat ik heb begrepen ervan. Dus we hebben mef'un en mef'ulu bihi en mef'un mutlaq. Dat komt als bevestiging of benadrukking of verduidelijking van wat voor soort gebeurtenis het is. Als ik bijvoorbeeld zeg, darba Muhammadun Zayda. Of darab Muhammadun Zaydan, darab al-abbi lil-waladi, li-waladihi. Ik zeg, Muhammad heeft Zayd geslagen zoals een vader zijn zoon slaat. Dus ik zeg darab om te verduidelijken zoals. Oftewel, de manier waarop hij geslagen heeft. Het verduidelijken van de gebeurtenis, oftewel het slaan. Dat kan ik daarvoor gebruiken en mef'ul mutlaq. Of ik gebruik het slechtste benadrukking. Dus ik zeg, darba Muhammadun Zaydan, darba. Oftewel, als benadrukking van het feit dat hij hem geslagen heeft. En dan komen we nu bij de derde. En dat is al-maf'ulu fihi. En op zich, als je alleen kijkt naar de term al-maf'ulu fihi. Fihi betekent erin. Dus bihi is bij hem. Dus dat is bij hem gedaan. En mef'ul mutlaq is mef'ul ongebonden aan iets. En dus in dit geval dus het bevestigen of het bevestigen of benadrukken of het verduidelijken van hoe. En mef'ul fihi is, het is gebeurd erin. Dus als iets gebeurt ergens in. En het kan gebeuren in een tijd. En het kan gebeuren in een plaats.
Zoals je al-maf'ulu fihi hebt, heb je of al-makan of al-zaman. En makan is plaats en zaman is tijd. En je kan ook zeggen, al-maf'ul, dat is de vierde, lahu, voor hem, oftewel ervoor. Het is gedaan ervoor, dus om die reden. Dus je kan zeggen, maf'ul bihi is bij hem gedaan, en maf'ul mutlaq is maf'ul onbeperkt, is ter benadrukking dus, of ter verduidelijking. Al maf'ulu fihi is gebeurd erin. Al maf'ulu lahu is het is gebeurd daarvoor. En deze wordt ook wel genoemd min ajlihi, oftewel voor die gebeurtenis. En dan heb je de vijfde. En dat is al maf'ulu. Al maf'ulu ma'ahu. En maf'ulu ma'ahu, oftewel het is gebeurd ermee. En we gaan alles uitleggen. Maar op zich zijn ze best wel simpel, eenvoudig te begrijpen. Maf'ulu bi is bij hem gedaan. Maf'ulu fi, het is daarin gedaan. Dus in die tijd of in die plaats. En maf'ulu lahu is gedaan vanwege dat. En het is gedaan met dat. Met andere woorden, als er iets gebeurt, gebeurt dat erbij. En we gaan daar even, we gaan in dat hoofdstuk natuurlijk behandelen wat voorbeelden zijn daarvan. Maar een heel simpel voorbeeld is, als het water stijgt en er ligt hout op het water, dan stijgt het hout met het water mee. Het hout stijgt niet zelf, maar omdat het water stijgt, stijgt het hout ook. En dat zijn maf'ulu ma'ahu. En gebruik daarvoor de wauw. De wauw die je normaal gesproken gebruikt voor atif, oftewel en, wordt nu een wauw van maf'ulu ma'ahu. Noemen ze wauw ma'iyya, oftewel ermee, van ma'a, noemen ze wauw ma'iyya. Niet wauw al-jam', wauw al-jam' betekent, als ik bijvoorbeeld zeg, ja'a Muhammadun wa Aliyun, Muhammad en Ali zijn gekomen. Maar als ik zeg, istawa al-ma'u wa al-khashaba. Stauw al-ma, dus al-ma is gestegen. Wal-khashaba. En daarmee, dus daarmee is ook het hout gestegen. En de manier om een onderscheid te maken tussen wauw al-jam' en wauw al-ma'iyya is om te kijken naar het einde van het woord. Want als ik istaw al-ma'u, het water is gestegen, dus dat is de fa'il. Istaw al-ma'u. Als ik zeg wel al-khashabatu, al-khashabatu, zo betekent dat het ma'atuf is, oftewel door de wauw al-jam', is het een tabi'a van ma', oftewel hij volgt hem op in de hukm. Ding is een fa'il, zoals ik zeg Muhammadun wa Aliyun. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Ze zijn allebei marfu', omdat Muhammadun is fa'il en Ali is ma'atuf alayhi. Oftewel, hij is gekomen en hij is gekomen. Maar bij bijvoorbeeld istawa al-ma'u wal-khashabata, dan geeft het aan, omdat hij mansoob is, dat het maf'ul ma'ahu. Dus dat is de manier om onderscheid te maken tussen ma'atuf, door de wauw, dus een wauw jamma, en wauw ma'iyya. Het is met hem gebeurd. En dat is bijvoorbeeld, als ik wil zeg, ja'a Muhammadun wa atfalahu. En zijn kinderen. Ja, hij is gekomen, dus zij zijn met hem meegekomen. Ze zijn niet zelf gekomen, maar ze zijn met hem meegekomen. Maar ik kan ook zeggen dat zij ook gekomen zijn. Want ze zijn ook gekomen natuurlijk. Dus beide zijn mogelijk. Dus ik kan zeggen, ja Muhammadun wa atfaluhu. Dan is het gewoon jama. Dan is het gewoon die zijn gekomen en die zijn gekomen.
Of ik kan zeggen, ja'a Muhammad wa atfalahu. Dan is maf'ul ma'ahu. Oftewel, dan zijn ze met hem meegekomen. Dus alleen door de klinker te veranderen, kan ik zien of zij zijn gekomen of ze zijn meegekomen met hem. En dat kan ook bijvoorbeeld, ja'a Muhammad wa Aliyan. Nou, Ali is met hem meegekomen. In plaats van dat hij ook losgekomen is. Want ja'a Muhammad wa Aliyan zegt niks over wie eerst is gekomen. Of ze samen zijn gekomen. Of hij met hem is gekomen, ja of nee. Ze zijn gewoon allebei gekomen. Dat is het enige wat je weet door de zin. Maar als ik zeg, ja, Muhammadun wa Aliyan, dan weet ik dat Ali met Muhammad meegekomen is. En dat is mef'ulun ma'u. Dus dat is de vijfde van de mef'ulat. Dus je hebt mef'ulun bihi, zoals darbe Muhammadun zayda. Mef'ul mutlak, zoals darbe Muhammadun darba. Darba als benadrukking in dit geval. Mef'ulun fihi. Gaan we zo even behandelen. Mef'ulu lahu. Het is gedaan vanwege dat. En mef'ulu ma'ahu. En ma'ahu, oftewel het is met hem gedaan. Met hem meegekomen als het ware. Dus. We hebben hier. Dharfu zamani wa dharfu makan. Oftewel. Dit is hoe Ibn Ajrum het heeft genoemd. Hij zegt, dharfu zamani wa dharfu makan. Wa dharfu zamani huwa ismu zamani al mansubu bi taqdiri fi. Oftewel, het is gedaan erin. Een tijd, zaman, een ism van zaman die mansub is, door het begrijpen dat het erin is gedaan. Zoals al-yawm, of al-layla, of al-radwa. Of al-Bukra, of al-Sahara, wa Rada, wa Atama, wa Sabaha, wa Masa'an, wa Abadan, wa Amadan, wa Hinan, wa Ma'ajbaha dhalik. En dat voor Mekan is een plaats. Is een ismul Mekani, al-Mansubu bi taqdiri fi, nahu amam, wa khalfa, wa quddama, wa wara'a, wa fawqa, wa tahta, wa inda, wa ma'a. وإزاء وحذاء وتلقاء وثمة وهنا وما أشبه ذلك. أوكي. نحاول نعد أعطيك. الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به عرف النحاة المفعول فيه. Dus de nuhat, oftewel de geleerden van Nahu, begrijpen dat dat dharf daarmee wordt bedoeld al maf'ulu fihi. Wa huwa naw'an, dharf zaman wa dharf makan. Dus al maf'ulu fihi heeft twee soorten, oftewel al dharf zaman van tijd en al makan van plaats. Amma al dharf zamani fa huwa 'ibaratun 'an ism alladhi yadullu 'ala zaman al mansub bil lafdh al dali 'ala al ma'na al waqi' 'ibada al ma'na fihi. Bi mulahadh al ma'na fi الدالة على الظرفية وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين. Eigenlijk zegt hij wat ik al eerder heb gezegd, het vindt plaats erin. Het vindt plaats in de tijd, het zaman. Een voorbeeld daarvan, als ik zeg صمت, ik heb gevast, يوم الاثنين. يوم الاثنين betekent maandag. Dus ik zeg jaume, omdat hij is mansoep, omdat het jaum is mef'ulun fihi. Het is gedaan in die dag. Dus somtu jaum al-ithnaini. Fa'inna jaum al-ithnain dharfu zamanin mef'ulun fihi. Wa huwa mansoepun bi qawlika somtu. En somto, oftewel samen, vaste, is natuurlijk de fi'al. En de fi'al is de nasib van de mef'ulun fihi. وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. وكلام على ملاحظة معنى في. Oftewel, het heeft plaatsgevonden in die dag. Dus op die dag, oftewel in die tijdspanne. En die tijdspanne is Yawmul Ithnain, oftewel maandag.
Hey, en het jaar hadden we jouw milmathkoer. En die heeft plaatsgevonden in de tijdspanne van die dag. Die geleef Kodika. Je gaf een kasoodu. Jouw imtihan. Als we hier kijken naar deze zin. Je gaf een kasoodu. Kasoodu betekent iemand die lui is. Een lui persoon. Je gaf een kasoodu. Dus hij vreest, je gafu. Hij vreest van gafu, je gafu. Gauf, van gifa. Je gafu el kasulu, jomul imtihan. Jomul imtihan is oftewel is examendag of toetsendag. Hij vreest de toetsendag. Nou, is dit, deze jom, is dit mef'ulun bihi of is dit mef'ulun fihi? Nou, hoe kunnen we een onderscheid maken? Nou, mef'ulun bihi is iets wat gevreesd wordt. Wordt die dag gevreesd? Of wordt er in die dag gevreesd? Op die dag gevreesd? Nou, in dit geval, hij vreest de dag die er nog aan moet komen. Hij vreest op dit moment. Je gaf voor het kasoedul aan. Oftewel nu. Jouw moet imtihan. Dus in dit geval is het geen mef'ulun fihi. Maar is het mef'ulun bihi. Want hij vreest die dag. فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس اليوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. Dus hij vreest niet iets wat plaatsvindt in die op die dag, maar hij vreest de dag zelf, dat die eraan komt. En vervolgens wordt een ismu zaman wordt onderverdeeld in twee categorieën. Al-mukhtas, al-mubham. En al-mukhtas is madalla ala maqdari mu'ayyanin mahdoodin min al-zaman. En al-mubham is madalla ala maqdari ghayr mu'ayyanin wala mahdood. Wat betekent het? Nou, mukhtas betekent dat het een specifiek afgebakende tijd is. En mubham betekent dat het niet afgebakend is. Oftewel niet gespecificeerd is. Mithal mukhtas is al-shahar. Oftewel een maand. Was-sana, een jaar. Al-yawm, een dag. Wa-aam, ook een jaar. Wa-uzbu' een week. En mubham is lahza. Yani moment, waqt, tijd. Zaman, yani, tijd, heen. En heen wordt gebruikt voor een ongespecificeerde tijdspanne. Dus heen kan een dag zijn, heen kan 100 jaar zijn. Yani, het is niet gespecificeerd, dus je hebt mochtas en mubham. En kulu wahid min hadhayn naw'ayn yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. En al deze, dus deze twee categorieën mag je mansoep maken op het feit dat ze mef'ulun fihi zijn. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. En de auteur, oftewel Ibn Ajrum, heeft 12 woorden genoemd als voorbeeld. Hij zegt al-awwal Al-Yawm. Nou, Al-Yawm is een dag. En hij specificeert hier tot zeg, hoe min tolu'i al-fajri. Dit is van het beginnen van al-fajr. En al-fajr is als het licht van de zon te zien is, maar de zon nog niet opgekomen is. En je hebt twee soorten fajrs. Je hebt een fajr sadiq en een fajr kadhib. Fajr sadiq is wat bedoeld wordt. Fajr kadhib is dat er een licht komt en die schijnt verticaal. Als een licht verticaal schijnt, dat noemen we fajr kadhib. Die verdwijnt weer. Maar fajr sadiq, oftewel waar de dag mee begint, al-yawm mee begint, is
als er licht komt en verspreidt zich over de horizon. En het wordt alleen maar meer, 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 totdat de zon opkomt. Dus als het licht komt, dat is el Fajr. Dat is taalkundig gezien Fajr. Dus min tuloa il Fajr tot de Ghurubi Shams. Ghurubi Shams, oftewel tot de zon ondergaat. En de zonsondergang is dan dat het laatste stukje van de zon verdwijnt achter de horizon. Je kan bijvoorbeeld zeggen, Sumtu liyoma. Ik heb vandaag gevast. Dus Sumtu is fa'il. De ta is fa'il. En liyoma is mef'ulun fihi. En je kan ook zeggen mef'ulun bihi. Ik heb de dag gevast, als het ware. Dus je kan zeggen, ik heb gevast op deze dag, maar ik heb deze dag gevast. Eigenlijk kan allebei. Dus je kan mef'ulun bihi of mef'ulun fihi zijn. Afhankelijk van wat je bedoelt. Of sumtu yawm al-khamis. Sumtu yawm al-khamis. Yawma is dan mef'ulun fihi. Ik heb donderdag vast. Of sumtu yawman tawila. Sumtu yawman tawila. Ik heb op een lange dag gevast. Sumtu yawman tawila. Dus yawman is in dit geval mef'ulun fihi en tawilan is naad, oftewel beschrijving ervan. Dus dat is al-yawm. Dan heb je al-layla. Al-layla toe. Hiya min rubi shamsi ila tulu'i al-fajr. Dat is tegenovergestelde. Zodra de zon ondergaat, begint de layla in het Arabisch. Dus al-layl, de nacht begint bij het ondergaan van de zon. Ila tulu'i al-fajr, totdat al-fajr is. Dus al-fajr is niet bij de zonsopkomst. Dus niet van zonsondergang tot zonsopkomst, maar totdat het licht van de zon opkomt, noemen ze dageraad in het Nederlands, of douw. Dus de licht komt en verspreidt zich over de horizon, of het licht dat over de horizon wordt verspreid en steeds meer wordt tot de zon opkomt. Dat is el Fajr. Dus hij zit tussen el Fajr en Shuruq. Shuruq is zonsopkomst. Zit een tijd, anderhalf uur, soms langer, soms korter, hangt vanaf waar je woont enzovoort. Een voorbeeld, ja, takeftu al-laylata al-bariha. Takeftu laylatan. Van i'tikaf, oftewel het verblijven in de moskee. Ja, takaftu laylata al-jum'a. Ik heb laylata al-jum'a heb ik i'tikaf gedaan. Oftewel, ik ben in de nacht van jum'a ben ik gebleven in de moskee. En laylata al-jum'a is dus een nacht die komt voor de dag van jum'a. Dus je hebt laylata al-jum'a en dan heb je yawm al-jum'a. Dus eerst komt de nacht en dan komt de dag. Dat is in het Arabische. الثالث غدوة en الغدوة is een وقت oftewel de tijd ما بين الصلاة الصبح وطلوع الشمس. Dus غدوة is de tijd tussen صلاة الصبح oftewel طلوع الفجر en طلوع الشمس. Dus je hebt طلوع الفجر, dus als فجر komt totdat de zon opkomt. Dat is غدوة. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, Zarani Sadiqi, mijn vriend heeft mij bezorgd, Rudwata al-Ahad. In de ochtend, en dan bedoelt hij daarmee, de ochtend hier wordt mee bedoeld, dus tussen Fajr en zonsopkomst. Rudwata al-Ahad, of Zarani Rudwatan. Als je zegt Rudwatan, dan bedoel je deze ochtend. En hij heeft mij bezorgd, Zarani Rudwatan. Bukra. En Bukra is fi awwal nahar. Bukra betekent awwal nahar, oftewel begin van de dag. Taqulu azuruka bukra tas-sabti. Oftewel het begin van de dag van bukra tas-sabt is dan zaterdag. Dus het begin van de dag op zaterdag. Wa azuruka bukratan. Oftewel bukratan. In het begin van de dag.
سحرا هو آخر الليل قبيل الفجر. It's the end of the night, net voor het fajr. Zoals iemand die zegt, dhakartu darsi sahara. Ik heb mijn les doorgenomen, net voor fajr. Saharan. Radan. Radan is el ismu lil yom alladhi ba'da yawmika alladhi anta fi. Dus radan betekent morgen. Oftewel de dag die na de dag komt waar je in bent. Dus radan. Taqulu idha ji'tani radan akramtuka. Als je mij morgen bezoekt, dan zal ik jou vereren. Atama. السابع عطمة هو اسم لثلث الليل الأول. عطمة is the eerste derde deel van de nacht. Ik kan bijvoorbeeld zeggen Sa'azuruka Atamatan. Ik zal jou bezoeken Atamatan, oftewel in de het eerste derde deel van de nacht. Dus na Maghrib, als je dan Maghrib pakt tot Fajr en dan eigenlijk verdeeld over drie delen, dan pak je de eerste deel daarvan en dat is Atama. Athamin Sabaha. Sabah is ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwal an-nisf al-layli al-thani ila al-zawali. Even kijken. Hij begint de eerste helft van de nacht. Hij begint van het begin van de tweede helft van de nacht tot Zawal. En Zawal is dan tot de zon op zijn hoogste punt staat. Dus van de helft, als je de nacht in twee deelt, het begint bij het begin van de tweede helft van de nacht, totdat de zon op de hoogste punt staat. Dat is sabah. Dan heb je masaan, hoe ismu lil waqti alladhi yabtadi'u min zawali ila nisfi al-layli. En dus een masa begint van dat de zon op de hoogtepunt staat tot de helft van de nacht. Dat is masa. Dan hebben we abadan en amadan. En deze zijn allebei, abadan en amadan, zijn ism li zamanin mustaqbal, voor de toekomst, alladhi la ghaayata wa la intihaa'u, oftewel die niet eindigen. Taqulu la ashabu al-ashraru abada. Ik ga nooit met slechte mensen om. Yani la ashabu van yani sahib al-ashrar. Van Shar, meer van Shar, en de mensen die slecht zijn, abadan. Wala aqtarifu al-sharra abada. Wathani ashra, oftewel 12. Hinan. Wa ismun lil zamani mubhamin, ghay ma'lumin ibtida'in, wala intihain. En hin. Van heen weet je niet wanneer het begint en je weet niet wanneer het eindigt. Zoals je bijvoorbeeld zegt, Sahabtu Aliyan heenen min ad-dahr. Ik heb hem een tijd vergezeld. En die tijd kan zijn. Het kan een jaar zijn, het kan 10 jaar geleden een jaar lang zijn, of het kan sinds geboorte tot nu. Je kan het niet weten. Heinen is mubham. Oftewel,
ongespecificeerd, onbekend wat het precies is. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل دحوة وضحا أو كان مبهما مثل الوقت وساعة واللحظة والزمان وبرحة فإن هذه وما ماثله يجوز النصب كل واحد منهم على أنه مفعول فيه. Hier zijn dus 12 genoemd door Ibn Ajurum en hier uitgelegd. Maar hij zegt, alles wat duidt op een tijd, kan je gebruiken van mef'ulun fihi. Kan je mansoep maken dat die mef'ulun fihi is. Oftewel, als het plaats kan vinden daarin, in die tijd, dan is het mef'ulun fihi. Of dan kan je het gebruiken als mef'ulun fihi. En de tweede, waarvoor het mekan. Een mekan is dus de plaats. ظرف مكاني هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام فور خلف أختر قدام فور وراء أختر فوق بوفا تحت بنيدة عند يعني أباي وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. أنا هل أحسن نتويك أوكيرايت وأقول قد عرفت فيما سبق الظرف الزماني وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه واعلم أن الظرف المكاني عبارة عن اسم الدال على مكان منصوب اللفظ الدال على معنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية. Precies dezelfde definitie, alleen het enige wat veranderd is dat zaman verandert met mekan. Dus het is een plaats en niet een tijd. هو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. En wordt ook onderverdeeld in مختص en مبهم. مختص specifiek en مبهم onbekend. أما مختص فهو ما له صورة وحدود محصورة. Een plaats heeft dus grenzen. Dus het heeft plaatsgevonden in dat bijvoorbeeld. Zoals daar, wel masjid. وحديقة يعني دار حيث مسجد مسكي حديقة وبستان تين. أما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة zoals وراء وأمام. Oftewel achter of voor. Je kan niet weten hoe ver achter of hoe ver voor. Als ik zeg hij is achter ons, kan een meter zijn, kan 200 meter zijn, kan een kilometer zijn, kan 10 kilometer zijn, kan als we op reis zijn, kan het 100 kilometer zijn. Dus hij is achter mij. Dat is niet gespecificeerd. Ik kan niet aanwijzen precies waar. Je weet niet eens welk land het is. ولا يجوز. Hij zegt ولا يجوز. Het is niet toegestaan. Om het mansoep te maken. Behalve de tweede. Dus alleen de mubham mag je mansoep maken. De mukhtas kan je niet, dus de ism makan. Mukhtas kan je niet mansoep maken. Dus je kan niet zeggen, neem toe van. Of any jalastu al masjida. Kan je niet zeggen jalastu al masjida. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen jalastu hinan, jalastu masaan, jalastu yawm al-ithnain. Dat kan allemaal, dat zou mekaan zijn en maakt niet uit of die dat zou zaman zijn, oftewel tijd. Het maakt niet uit of die mochtas of mubham is. Maar bij mochtas, een specifieke plaats, zoals een masjid, kan je hem niet mansoep maken dat hij mef'ulun fihi is. Dan moet je de harf jar gebruiken, oftewel fi. En niet jalastu fil masjid. Kumtu fil bait. Wa akaltu fil bustan.
Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar je moet 4 gebruiken, omdat het zijn specifieke plaatsen die die grenzen hebben. Dus dat is Mughtas. En wat Mughtas is, kan niet mansoep worden. Kan niet mansoep worden dat het mef'ulun fi is. Alleen mubham. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم أما الأول وهو مختص فيجب جره بحرف جر يدل على مراده نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره كان يتساها زرت عليا داره that's not correct omdat daar is afgebakend. Het is mochtas. Dus dan moet je 4 gebruiken. En hetzelfde geldt voor masjid. وقد ذكر المؤلف من الفاظ الدالة على مكان 13 لفظة. Even kijken. Hij heeft hier geen uitleg gegeven. Even kijken, de meeste van deze woorden ken ik zelf. Mijn moeder staat zelf niet zo goed. Ik gebruik weinig woorden. Amam. Jalestu amam. Voor. Jalestu amama. Ik kan zeggen jalestu. Amam al-ustadi. Mu'addaban. En mu'addaban is dan haal. Daar komen we dadelijk op terug. Sara al-mashatu. Al-mashatu khalfa. Ar-Rukbaan, Qudam, en dat zijn maar voorbeelden van Asma al-Makan, Mubahama. Thamma betekent bijvoorbeeld daar, Hunna betekent hier. Thamma. هنا جلس محمد هنا لحظة and so forth. Okay. Dus dat is de derde van de mef'ulat, mef'ulun fihi. Dus mef'ulun fihi is of zaman of mekan. Mef'ulun bihi, mef'ulun mutlaq. Even kijken, dan hebben we mef'ulun lahu en mef'ulun ma'ahu. Alleen de auteur heeft ervoor gekozen om deze wat later te behandelen. Dus hij heeft ze wat later in het hoofdstuk geplaatst. Dus wat we nu eerst gaan behandelen is al-haal. الحال أن تمييز ze lijken op elkaar alleen er zijn enkele verschillen tussen de twee dus الحال en het تمييز الحال en het تمييز nou, we beginnen met حال Ibn Ajrum heeft gezegd باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الحيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر الحال is toestand situatie. Maar in de terminologie van de geleerden van Nahu, van Nuhat, is een ism al-fadla, een fadla hebben we vorige keer uitgelegd, is een woord dat niet onderdeel is van de basis van de zin.
Dus je hebt een woord, het kan omda zijn of fadla. En fadla is dus iets wat niet een basis is van de zin. Betekent niet dat je het weg kan halen zonder de betekenis te veranderen. Maar het betekent wel, als je het weghaalt, is de zin grammaticaal gezien wel correct. Dus het weghalen van maakt het grammaticaal correct, maar verandert de betekenis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van kalam. Kalam is juist het overbrengen van de juiste betekenis. Dus het weghalen van hal is niet correct. Je kan niet zomaar iets weghalen. Want alles voegt waarde toe en betekenis toe. Maar het is niet de basis van een zin. Dus een hal is niet... is geen onderdeel van de basis van de zin. De basis van de zin is een mubtada en khabar, of een verder en een fa'il, of iets wat die vervangt. En die gooi ik er aan het einde van de lessen wel even in. Wat vervangt de mubtada en khabar en wat de verder en de fa'il? Wat de fa'il vervangt hebben we al behandeld, namelijk na'ib al-fa'il. Of al-maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu. Die gaan we nog een keer wat dieper behandelen. Maar dat is omda. Fadla, mef'ulun bihi is fadla. Mef'ulun fihi is fadla. Mef'ulun mutlaq is fadla. Haal, tamyiz is fadla. Alles wat we nu behandelen van mef'ulat zijn fadla. Oftewel zijn geen onderdeel van de basis van de zin. Dus hij is el ism. Fadla tun mansoob. El mufassiru li man baha min al hay'at. Al-mufassiru li man baha min al-mufassir is het uitleggen, het verduidelijkend. Dus het legt uit, deze ism, die fadla is en die mansoob is, legt uit wat onbekend was, yani mubham, yani in bahama, min al-hay'at. En hay'at is situatie, oftewel toestand. Oftewel de toestand waarin de fi'l heeft, de toestand van de fi'l. Dus je hebt een fi'al, een fa'il, maar je weet niet wat de toestand is van de fa'il. Wat is de toestand waarin hij de fi'al uitvoerde? In welke situatie het zich afspeelt, als het ware. Oké, eerste stukje komen we later op terug. Dat is wat gevorderde nahw. En dat is dat je zinnen hebt die geplaatst kunnen worden als een woord. Hij zegt namelijk: Al-ism yashmalu sarih mifl al-dahikan fi qawlika ja'a Muhammadun dahika. Oké, dit is een goed voorbeeld. Ja'a Muhammadun dahikan. Dus Mohammed kwam, maar wat is de situatie waarin hij kwam? Wat is zijn toestand? Dahiken, lachend. Dus hij kwam lachend. Dus als het ware, je beschrijft de situatie. En voordat je met dahiken kwam, dus als je zegt, ja, Mohammedun, is de hij-ad, oftewel de toestand, is onbekend, is mubham. En dan kom je met een tafsir, oftewel een mufassir, van wat onbekend was, van de hij-ad. Van de toestand. En dan kom je met dahikan. Dus dahikan is de haal. Het verduidelijkt wat onbekend was van de toestand. Daarmee, dat bedoelen ze met ismul fadla al-mansoob al-mufassir li man baha min al-hay'at. En daar komen we bij tamyiz en al-mufassir li man baha min al-dhawat. En dan komen we dadelijk op terug wat het verschil is tussen hay'at en dhawat. En dat is eigenlijk het verschil tussen haal en tamyiz. Maar wat hij hier zegt, wil yashmalun ma'awwalu bi sarih mifl yadhaku. En yadhaku is geen ism, is een fi'al. En yadhaku is dan yadhaku huwa, oftewel jumlatun fi'aliyya, fi'al en fa'il. En de fi'al en fa'il nemen de plaats in van een ism. En dat is een beetje geadvanceerde nahw, als het ware.
Dit wordt heel goed beschreven in het boekje Al-Arab en Qawaid al-Arab van Ibn Hisham al-Ansari. En dat zouden we zeker een keertje moeten behandelen, maar het is een beetje te ver om nu daarop in te gaan. Dus dat stukje schreef even door. Al-Fadla tu ma'nahu anu leze juza min al-Kalam. Dus Al-Fadla geeft aan dat het geen onderdeel is van het kalam, oftewel van de umda tot kalam. Vergaasbi een gabber, want gabber is geen gabber. Gabber is namelijk onderdeel van umda tot kalam, ook daar een gabber. Een koudelijke mansoob betekent dat het niet maar voor is of majroor is. Wa inma yunsabu al-halu bi fi'li aw shibhi al-fi'l. En de haal wordt mansoob door de fi'l. Dus de amil is de fi'l. Of iets wat de fi'l vervangt. En dan komen we later op terug. Dat is wel belangrijk om te weten. Maar nu geven we aan dat de amil van de fi'l is het marfoor maken van de fi'l en mansoob maken van de maf'ulun bihi. En ook het mansoob maken van de haal in dit geval. Wa qawluna المفسر لمن باها من الحيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي من واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. Dus het maakt duidelijk wat verborgen was van de eigenschappen. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا of بيانا لصفة المفعول به. Hij kan dus de fa'il verduidelijken, dus de sifa van de, of de eigenschap van de fa'il verduidelijken, of de eigenschap van de maf'ul bihi verduidelijken. Zoals, rakibtu al-farasa musrajan. Musrajan, oftewel snel. Dus, en degene die snel ging was al-faras. Dus rakibtu, ik bereed het paard. En het paard was snel. Dus musrajan. Wa qad yakunu muhtamalan lil amrayni jami'an. En wat ook kan is dat je niet weet of het de fa'il of de maf'ul bihi is. Als ik bijvoorbeeld zeg laqitu en ik kwam Abdullahi. En Abdullahi is abd is maf'ul bihi en Abdullah kwam ik tegen. Raqiba. Rijdend. Nou, wie is rijdend? Ik of Abdullah? Is onbekend. Dus laqitu Abdullahi raqiba. Kan zijn dat ik aan het rijden was. Kan zijn dat Abdullah aan het rijden was. Maar dat weten we niet. Of we kunnen allebei aan het rijden zijn. Wa kama yaji'u al-halu min al-fa'il wa al-maf'ul bihi fa innahu yaji'u min al-khabar. Dus hij kan van de fa'il en maf'ul bihi zijn, maar hij kan ook van de khabar komen. Hij kan zeggen anta sadiqi mukhlisan. Dus mukhlisan is haal van ente. Of van sadiqi, sorry. Van sadiqi. Ja. Wa qad yaji'u min al-majrūhi bi harfi al-jar. Nahw maratu bi hindin rakibatin. Maratu bi hindin rakibatin. Rakibatan even, sorry. Rakibatan. Marartu bihindin. Rakibatan. Ik kwam langs Hind. Rijdend. En rijdend wordt meer bedoeld dat zij aan het rijden was. Want Rakibatan is vrouwelijk. En Hind is een vrouwelijke naam. En Marartu, ja, Anna. Dus Maratu bihindi rakibatan. Dus ik kwam langs Hind terwijl zij aan het rijden is. Wa qad yaji'u min al-majrūb al-idāfa nahwa qawlihi ta'ala an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Dus hanifa is hanifan is een haal van Ibrahim. Millata Ibrahim ittabi' en je tabi'a millata, dus millata is mif'ulun bihi, want dat is wat gevolgd wordt. Millata Ibrahima,
يعني إبراهيم is مجرور بإضافة want hij is مضاف إليه je hebt ملة إبراهيم oftewel de weg van إبراهيم of de religie van إبراهيم en حنيف حنيفاً is حال van إبراهيم حنيفاً حال من إبراهيم وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر هو مجرور بإضافة ملة إليه En daar komen we later op terug. Want dit is, Ibrahim is een voorbeeld van iets wat memnoem in het sarf is. En memnoem in het sarf zullen we nog een keer gaan behandelen. Maar de reden dat Ibrahim memnoem in het sarf is, is omdat het geen Arabische naam is. Ibrahim is geen Arabische naam. En alle namen die niet Arabisch zijn, zoals Yusuf of Ibrahim of Ismaël of Ishaq of Moose of Isa, zijn allemaal niet Arabische namen, ver-Arabiseerd. En het zijn namen, specifieke namen voor mensen. Die zijn memnoem in saf. En memnoem in saf houdt in dat hij majroer wordt met een fetha. In plaats van een kesra. En daar komen we later op terug. Dus dit is een van de categorieën ervan. Een andere vormen zijn bijvoorbeeld dat iets leidt op een fi'al. Zoals Ahmed. Ahmed zoekt memnoem in saf. Je zegt. En je weet dat Ibrahim memnoem in saf is. Want als jij dua doet, je zegt Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima. Je zegt niet ala Ibrahimin, zoals Muhammadin. En Muhammad is natuurlijk een Arabische naam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Dus Ibrahim hier zegt in de Koran aan het tabi' millet Ibrahim. Nou, als je een ander woord zou pakken, zoals millet Muhammadin, zou het Muhammadin zijn, majroeren bil. Majroeren omdat hij idafa is. Maar Ibrahim in dit geval is wel majroer. Hij heeft wel de status, de grammaticale status van jar. Maar omdat hij memnoem in sarf is, krijgt hij een fatha in plaats van een kasra. En memnoem in het saf is ook memnoem in het tenuïn. Dus hij krijgt geen tenuïn. En hanifan is dus de haal van Ibrahim. En er zijn enkele voorwaarden voor haal. Qal, wa la yakunu illa nakira. En de haal is alleen maar nakira. Het is nooit ma'arif. Het is altijd nakira. Oftewel onbepaald. We hebben verschil tussen Marif en Nekker behandeld bij een naad. Toen we een naad hebben behandeld, hebben we een Marif en Nekker behandeld. Een Marif is een van de vijf categorieën. Of het is een damir, of het is een specifieke naam, of er komt een elif en lam voor. Of het is modaf. Naar een van deze drie. Wat was het andere? Damir. Even kijken. Een damir. Ismul alam. Ismul ishara. Ismul mubham. Oftewel, alladhi of hada enzovoort. Dat zijn allemaal bepaald. Alif en Lam en Modaf, een van deze vier. Dat waren de Ma'arif. Even opzoeken voor de zekerheid. We waren bij Naat. Ma'arif en Nekira. Even kijken, waar zijn we nu? Even kijken, hier. Ja. Al-Marif is de vijfde asja. Al-Ismul Mudmar, Damir, zoals Anta wa An, zoals Anna wa Anta, Ismul Alam, zoals Zaid wa Mekka, Ismul Mubham, ja. Hada wa Hadi wa Ha'ulai, en hieronder valt ook Al-Ladhi enzovoort. Wa Ismul Ladhi Fihi Alif wa Lam, zoals Ar-Tajr wa Al-Ghulam, wa Ma Udifi ila Wahidi min Hadi Arba'a. Dus wat Mudaf is naar een van deze vier. Dat zijn de ma'arif. En wat niet ma'arif is nekira. En de haal is altijd nekira.
Dus heeft nooit Elif en Lam. Is nooit een specifieke naam. Dat is ook logisch op zich. Even kijken. Iets lager dan dit. Even kijken. ضف المكان اي اي شروط الحال طيب ولا يكون الا النكره ولا تكون الا بعد تمام الكلام dus het komt slechts nadat het kalam volledig is dus als jij kalam hebt een correcte zin als het ware grammaticaal gezien correct daarna komt die ولا يكون صاحبها الا معرفه oftewel de sahib ervan sahib al-hal Oftewel, degene die beschreven wordt met de haal, waarvan de dingen verduidelijk wordt, is marifa. Dus, yajibu fil haali en yakunu nakira, wa la yajuzu en yakuna marifata. Fa ida jaa tarkibu fi il haal marifatun fi zahir, fa inu yajibu ta'wilu hadi marifa bin nakira. Mifle qawlihim, jaa al amiru wahdahu. Dus wahdahu is marifa. En de reden dat hij marifa is, is omdat hij mudaf is naar een damir. We hebben gezegd, een damir is marifa. En wat mudaf is naar een van de vier categorieën van marifa, is ook marifa. Dus marifa is wahdahu. Hij zegt, dan moeten wij wahdahu moeten we dan herinterpreteren alsof het nekira is. Dan zeggen we munferidan, alleen. Hij komt alleen. Munferidan. En dat, is dus, dat noemen ze ta'wil. Ta'wil is het herinterpreteren van iets. Wal aslu fil hal en yaji'u ba'de istifa'i al-kalami. Wa ma'na istifa'i al-kalami an ya'khud al-fi'l fa'ilahu wa mubtada khabarahu. Ya'khud أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. Dus als de فعل zijn فاعل heeft gekregen en de مبتدأ zijn خبر heeft gekregen, oftewel als het kalam compleet is, dan komt hij daarna. En het kan voorkomen dat het verplicht is om het haal voor el kalam, dus voor el umda, voor umda te kalam te brengen. En dat is als het een vraag is, want de vraag komt altijd aan het begin van de zin. Bijvoorbeeld, kefa qadima aliyun. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, qadima aliyun, dus qadima, hij kwam, aliyun, fa'il. Kefa. Kefa is dus haal. Maar omdat het een vraagwoord is, wordt het naar voren geplaatst. Dus kefa is in dit geval haal, omdat het een vraagwoord is. Kefa qadima aliyun. Wajtaratu fi sahibil haali en yakuna ma'rifatan. Wa la yajuzu en yakuna nakiratan bi ghayr musawwirin. Dus zoals je ziet, ze hebben voorwaarden geplaatst. Hij mag niet nekkere zijn. Maar er zijn voorbeelden waar hij niet nekkere is. وَلَا يَكُنُوا إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ hij mag pas komen als het kalam, om dit kalam klaar is. Maar soms mag je hem voorplaatsen. وَلَا يَكُنُوا صَاحِبُوا إِلَّا مَعْرِفًا En de sahib ervan, oftewel degene die beschreven wordt, mag alleen maar marifa zijn. Behalve in enkele gevallen. Dus elke... Er zijn drie voorwaarden gesteld...
Hij moet nekira zijn. Het haal moet nekira zijn. De sahib al haal moet marifa zijn. En hij mag pas komen nadat het kalam volledig is. En bij alle drie zijn er uitzonderingen. Dus er zijn algemene regels, maar er zijn veel uitzonderingen op de regels. Nou, we houden het even hierbij. Zonder elke uitzondering te behandelen. Maar zoals je ziet, zelfs in... Dus de Ajrumiyya behandelt eigenlijk de basis. Je leert eigenlijk de basis. En vervolgens ga je dieper in de stof. En als je dieper in de stof gaat, dan leer je de uitzonderingen. Nou, in dit geval heeft hij bij sommige punten heeft hij al uitzonderingen geplaatst. Bij sommige heeft hij dat niet gedaan. Nou, wij behandelen de uitzondering even niet. We houden het gewoon even bij hal. De hal is nakira. Sahib al-hal is marifa. Hij komt na al-kalam. En in de toekomst gaan we leren wat allemaal afwijkt daarvan, van die regels. Want in elke voorwaarde hier zijn er uitzonderingen. En hij geeft een voorbeeld van dat een haal van een nekra komt. Het is een gedicht. En gedichten zijn bewijzen voor het correct zijn van grammatica. En voor taalkundige betekenissen. Dus als we gaan kijken naar de bronnen van Arabische taal. We hebben de Koran natuurlijk. Maar we ook pre-islamitische gedichten. Als bewijs voor het correct zijn van de taal. Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. En hier wordt muhishan, is een haal van talalu. En talalu is nakira. En het is hier ervoor gekomen. En dat is dus een musawwir. Musawwir van nekira. En een ander voorbeeld daarvan is fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an haal min arba'a wa huwa nekira. Wa sara maji'ul haal minhu li kawnihi mudafatan. Mithal al-thani qawd al-sha'ir najaytu ya rabbi nuhan واستجبت له في فلكي ماخرين في اليم مشحونا. En مشحونا is de haal van فلك. En فلك is مضاف إلى نكرة. En مضاف إلى نكرة is نكرة. En dat zijn voorbeelden van iets wat niet puur nekira is. Dus je hebt eigenlijk marifa en nekira. En dan heb je musawwir van nekira. Oftewel, iets wat tussen, wat niet 100% nekira is. Wat een beetje op marifa lijkt. Dat noemen ze musawwir. Daarvan. Dus dat is op zich wel interessant om dat een keer door te nemen. Maar we gaan even van de basis uit. Haal is ism fadla. En mansoob en mufassil li man bahama. Midden hij uit. En de voorwaarden zijn dat hij nekira is. Dat de sahib ervan, oftewel hetgeen wat hij beschrijft, marifa is. En dat het komt na tamamt kalam. Oftewel na mubtada en khabar en of fi'l en fa'il. Dan hebben we tamyiz. En het tamyiz is el ism mansoob el mufassir li man bahama min al dhawat. Nahwa qawlika tasabbaba zaydun araqa wa tafaqqa'a bakrun shahma wa taaba muhammadun nafsa wa ishtaraytu 20 ghulama wa malaktu 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك
وجهها. En tamiz, hoewel de definitie heel veel lijkt op die van haal, is haal veel, veel eenvoudiger, want tamiz heeft heel veel categorieën. En ik denk dat we het beste voor een les tamiz kunnen behandelen, omdat tamiz wel wat langer duurt. Er zijn best veel categorieën en... even kijken... المحاولة عن الفاعل مفعول wat we gaan doen, we houden het even hierbij en dan gaan we volgende keer gaan we tamiz behandelen. Tamiz is best wel een lastig hoofdstuk, maar het valt wel allemaal onder de definitie van die gegeven is van Ibn Ajroom. Alleen zijn veel categorieën die daaronder vallen. En we gaan dan voorbeelden geven en wat dieper op de stof ingaan, zodat het goed te begrijpen is. We hebben dus vandaag al-mef'ulu fihi, dhaf al-zaman en mekaan behandeld, en al-haal. En gaan we volgende keer gaan we tamyiz behandelen. En even kijken naar tamyiz. Komt de istithna. Nou, we kijken of we daar komen volgende keer. Anders behandelen we alles in een aparte les. Er zijn toch best veel. Ja, de laatste zijn toch best wel lastig. De laatste hoofdstukken. Tot je bij mef'ulu lahu komt. Dat is weer eenvoudig. En dan heb je mef'ulu ma'ahu. Dat is ook wel eenvoudig. En dan ben je volgens mij klaar. Met al-mansubat. En dan heb je maghfudat. En de maghfudat zijn heel simpel. Dus de laatste twee van de mansubat zijn eenvoudig. En dan heb je de maghfudat en het zijn er maar een paar. Maghfudat zijn er drie als het goed is. Maghfudun bil harf, dus majroon bil harf, een harf jar. Maghfudun bil idafa, idafa weten we eigenlijk al wat het is. En tabi'a, en tabi'a hebben we al behandeld. Dus. En dan zijn we eigenlijk klaar met het boek. En dan komt de inhoudsopgave. Dus we hebben nog een paar te gaan van de mansubat die wat pittiger zijn. Dus tamyiz is best pittig. Mustathna is best pittig. Ismula, nafitul jins is best wel pittig. En munada is... Nou, munada is niet echt moeilijk. Munada is weer iets simpeler. En dan komen we bij twee simpele, of eenvoudige. Dat is een mef'ulu lahu. Of een mef'ulu min ajlihi. Zoals hij wordt genoemd, een mef'ulu min ajlihi. Of al-mef'ulu li ajlihi, of al-mef'ulu lahu. Alle drie dezelfde termen voor dezelfde... andere termen voor dezelfde... voor hetzelfde concept. Al-mef'ulu ma'ahu. En die is ook best wel simpel. We hebben net een voorbeeld van gegeven. Istawa al-ma'u wal-khashabata. Dus nog even doorbijten. Nog een paar moeilijke lessen. Tamyiz is best wel lastig. Istithna is veel, is niet lastig, maar is veel, veel, veel stof. Munada, la en nafitul jins valt wel mee. Die is niet echt moeilijk, maar na die twee hoofdstukken is alles een beetje lastig. Dan heb je munada. Munada is best wel makkelijk, alleen zijn vijf categorieën. En dan heb je mef'ulu lahu, mef'ulu ma'ahu, die zijn heel simpel, heel eenvoudig. En dan heb je de majroorat of de maghfudat. En die zijn heel, heel, heel makkelijk, want die hebben we vaker behandeld. En dan zijn we klaar. En dan zijn we klaar met het boek. Maar we hadden nog een paar dingen die we hebben uitgesteld naar het einde. En dat was... Er waren twee onderwerpen volgens mij die ik nog kan herinneren. Maar ik ga natuurlijk als we daar zijn, gaan we nog even rustig door het boek heen. Gaan we even kijken wat we overgeslagen hebben. Of we hebben uitgesteld naar het einde. En dan gaan we dat behandelen. En dat zijn wel zware hoofdstukken. Zware hoofdstukken. Namelijk. Het hoofdstuk van Memnoemen en Sarf. We hebben net even wat kort verteld over Memnoemen en Sarf. Zoals Ibrahim is Memnoemen en Sarf. Maar er zijn meerdere categorieën. In totaal 9. In totaal volgens mij 9. Moet ik even controleren. Maar dat zijn 9 categorieën en die moeten we dus behandelen. En dat is
best wel zwaar. Dat is wel een hele les. En dan hebben we nog de definitie van de Arab hebben gegeven. We hebben een stukje van overgeslagen. Namelijk al-muqaddar. Wat muqaddar is. Dus wat de definitie van de Arab is. Tarir awaghin kalimi lichtilaf il awaghin il dagilati alayha. Lafdan au taqdira. En dat stukje van taqdira hebben overgeslagen. Heb ik uitgesteld tot het einde. Want het is niet echt belangrijk om nu te kennen. Maar het is wel handig. Het is wel noodzakelijk om te weten wat dat inhoudt. En die heeft ook drie categorieën. Dus die heb je redelijk snel behandeld. Ja, en ik heb expres spullen overgeslagen van het boek. Omdat het... Al-Ajurmiya is voor beginners. Dus als je Al-Ajurmiya gaat uitleggen op een moeilijke manier, dan schiet je eigenlijk aan het doel voorbij. Je kan beter Al-Ajurmiya en de uitleg ervan eenvoudiger houden. En vervolgens, als je wat verder bent, misschien de tweede keer of derde keer, kan je dan alles behandelen wat in de uitleg staat. Want deze uitleg is soms een beetje... Soms is deze heel beknopt en soms is die heel uitgebreid. Dus ik kies ervoor om bepaalde stukken weg te laten. En dan kunnen we bijvoorbeeld een ander boekje pakken en dan wat dieper daarop ingaan. Want Nahu is nou eenmaal een breed vak. Maar we komen er wel, stap voor stap. Inshallah. Even kijken. Ik zie nu pas de berichten. Hoe noem je de even kijken. Ik doe even de vragen één voor één behandelen. Wat betekent Mubhem? Mubhem betekent onbekend. Je zou kunnen zeggen dat de moordenaar is Mubhem. Ja, als je een zin hebt, kun je zeggen La narifuhu Mubhem. Nee, is onbekend. Hoe noem je any van de zin over de Hanif van Ibrahim? Het is eigenlijk en. Alleen de kisra is gekomen omdat er een hamzatul wasl achterkomt. Een hamzatul wasl houdt in dat je niet wil beginnen met een sukoon. Als je niet wil beginnen met een al-qatal, de moordenaar is qatil. Dus je kan zeggen al-qatil mubham. Of je kan zeggen al-qatal. Al-qatal moet je dan met dubbele, dus met een shadd op de ta. Al-qatal houdt eigenlijk in iemand die veel moordt. Dus zeer te mubalagha. Dus je kan zeggen al-qatal. Of je kan zeggen al-qatil. Qatal is eigenlijk een serie moordenaar. En is een tussenwoord dat gebruikt wordt, kan bij bijvoorbeeld een ammer, bij een gebod. Ik zal daar meer voorbeelden van bijzoeken. Van en aan het begin van de zin. Ism die memnoon is is altijd mansoob. Nee, een ism die memnoon is is wel, kan marfoa zijn, kan mansoob zijn of kan majroor zijn. Maar als die majroor is, krijgt hij een fetha in plaats van een kisra. Hij is wel majroor nog steeds. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, Qama Ibrahimu. Ra'aytu Ibrahima. Marartu bi Ibrahima. Even kijken, heeft niks te maken met Anna wa akhawatuha.
Anna zijn damair. Dus Anna is Anna, wa anta, wa anti, wa antuma, wa an... Dat zijn damair. Dat noemen ze ism el-mudmar of damair. En an heeft niks te maken daarmee. Het is een tussenwoord, een harf. Een damair is een ism. Maar een ism die mamnoon in sarf is, is niet altijd mansoob. Maar als hij majroor is, heeft hij een fetha in plaats van een kasra. Dat is de enige reden dat Ibrahima is. Dus hij is majroor, maar hij krijgt een fetha in plaats van een kasra. Marifa is dus bepaald. En nekira, met een kaf is marifa en nekira. En nekira is dus onbepaald. Even kijken. De voorwaarde ging over de haal. Dus als je bij Shroot van haal kijkt, de voorwaarde van haal. Een haal is zelf nekira. En wat marifa is, is sahibul haal. Oftewel, de haal beschrijft iets. Beschrijft sahibul haal. Ik kan wel zeggen, jitu, ik ben gekomen, dahiken. Als ik zeg jitu dahiken, is dahik. Is een beschrijving van mij. Dus dan ben ik sahibul haal. En sahibul haal moet marifa zijn. Nou, in dit geval is het geen probleem, want ik ben damir. Anna, of sumtu, of jetu, of wat dan ook. De tu is een damir, betekent anna. En anna is een damir, en een damir is altijd marifa. Dus sahibul haal is in dit geval marifa. En nekera is dus, wat nekera moet zijn, is de haal zelf. Dahikan. Ik kan niet zeggen, jitu al-dahika. Dat kan niet. Al-dahika betekent met alif lam ervoor. Want alif lam maakt het bepaald. Het moet onbepaald zijn, het moet nekera zijn. Dus de haal zelf moet nekera zijn. En de sahibul haal moet marifa zijn. Dat is de algemene regel. Er zijn uitzonderingen, zoals gezien is. In de uitleg, maar we houden het even daarbij, wat Ibn Ezrom heeft gezegd. Dus de mubtada en gabbar en fi'l en fa'il. Mubtada en gabbar en fi'l en fa'il, dat zijn twee soorten zinnen in het Arabisch, en dat noemen we umdat het kalam. En een haal komt na dat het kalam compleet is. En het kalam is pas compleet nadat de mubtada en de ghabar zijn geweest, of de fi'l en de fa'il. Dus je hebt een fi'l en de fa'il en dan pas heb je de haal. En je hebt een mubtada en ghabar en dan pas de haal. Dat is de tweede voorwaarde. Dus de eerste voorwaarde is dat de haal nekera is. De tweede vorm is dat die komt na de fi'l en de fa'il of de mubtada en ghabar. Dat is de tweede voorwaarde. En het derde is dat de sahib al-haal, oftewel degene die beschreven wordt, dat die marifa is. Dat zijn de drie voorwaarden. Zijn er verder nog vragen? Dan houden we het hierbij. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.